Klaus zit in groep 6 en heeft flink moeite met breuken. Daarom geeft juf Els haar extra instructie aan het bord en vervolgens een werkblad om zelfstandig te oefenen. Roos probeert het werkblad te maken, maar moet vaak wachten op juf Els voor extra hulp. Ze weet niet zo goed hoe ze verder kan en ze tuurt door het raam naar buiten. De volgende dag mag Roos rekenen achter de computer met de software van Rekentuin. Dat is fijn, want dan krijgt ze telkens sommen op maat en ook elke keer te horen of ze een opgave goed of fout heeft gemaakt. Bovendien kan juf Els gemakkelijk uit het systeem de resultaten van Roos opvragen. En Roos kan ook thuis verder werken, zodat ze goed de sommen kan oefenen. In 2006 publiceerden Punya Mishra en Matthew Keuler het TPEC-model, wat staat voor Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Maar wat betekent dat precies? Het begint met de content knowledge. Dat is de vakinhoud. Denk hierbij aan alle inhouden van alle vakken, van taal, rekenen, geschiedenis enzovoort. Dat is de leerstof die de leerlingen moeten weten. Als je weet wat de leerlingen moeten leren, is de vervolgvraag hoe leerlingen dat moeten leren. Dat is de pedagogical knowledge, oftewel de didactiek. Iedere leerkracht kent talloze verschillende werkvormen, al zullen sommigen er misschien wat meer gebruiken dan anderen. Let op, pedagogical wordt hier niet vertaald als pedagogiek, maar als didactiek. Er is echter wel een pedagogisch aspect aan verbonden, want je moet natuurlijk rekening houden met de voorkennis en de individuele leerstijlen van je kinderen. Elke goede leerkracht probeert zo goed mogelijk de didactiek op de vakinhoud af te stemmen, zodat de leerling het beste kan leren. Bijvoorbeeld door een puzzel te laten maken om ruimtelijk inzicht te trainen of het houden van een groepsdiscussie om visie te vormen. De vraag vanuit het TPEC-model is wanneer ICT een meerwaarde biedt. Dat is de technological knowledge, oftewel de ICT. De huidige technologie biedt namelijk ontzettend veel mogelijkheden en er komen er dagelijks weer meer bij. Het is als leerkracht belangrijk om te weten welke technologieën er allemaal zijn en hoe deze het leerproces van de leerlingen beïnvloeden. Soms helpt ICT enorm, maar je kunt het ook zeker verkeerd inzetten. Deze drie inhouden samen vormen het TPEC-model. En dat betekent dus dat je als leerkracht moet weten hoe je ICT inzet in je didactiek om de vakinhoud beter over te brengen. En bovendien is er altijd sprake van een bepaalde context. Bijvoorbeeld, welke infrastructuur heb je tot je beschikking? Of voor welke leeftijd is de les eigenlijk bedoeld? Welke voorkennis hebben de kinderen al? Wat is de visie van de school op ICT in het onderwijs? Of je eigen visie op ICT in het onderwijs? En heb je wel voldoende deskundigheid om ICT goed in te kunnen zetten? Die context bepaalt dus een groot deel van je mogelijkheden. Kortom, om goed te TPEC'en moet je weten wanneer ICT meerwaarde biedt in het onderwijs. En dat kun je leren.